De politie heeft de afgelopen dagen in zowel Albina als Nikeri overtreders van de partiële lockdown aangehouden. Het gaat om ongeveer 20 mensen die na 8 uur 's avonds nog op straat waren. Dat zei hoofdinspecteur Humphrey Naarden gisteren op de persconferentie. In Albina waren de mensen wel op tijd binnen, maar er zijn enkele bootslieden aangehouden die geprobeerd hebben illegaal de rivier over te steken. En zo hebben wij in de vroege ochtend van zondag 19 april hebben de leden van het Surinam Nationaal Leger, de militairen dus, 7 personen aangehouden op de Marowijnenrivier die vanuit Albina richting Frans-Guyana wilden varen met personen en met goederen. 6 van de 7 bootslieden zijn door de militairen aangehouden op de rivier rond in de vroege ochtend van zondag 19 april, zo rond 12:30 in de ochtend, zijn ze aangehouden. 1 is aangehouden rond 10:00. De militairen hebben zoals afgesproken al de personen overgebracht naar de politie van Albina en alle 7 bootslieden zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld ter zake mensensmokkel en de boten en buitenboordmotoren zijn in beslag genomen. Naarden zegt dat de politie in alle districten zichtbaar blijft. Hij verzekert dat de surveillance in het kader van COVID-19 optimaal zal blijven in de komende periode. We hebben geen minder surveillance in verband dus met die COVID en lockdownperiode. De surveillance zijn nog steeds op hetzelfde niveau. Dus wat dat betreft kunt u gerust zijn. De politie heeft heeft haar eenheden niet verminderd wat betreft het surveilleren tussen 8:00 en 6:00 morgens in verband met COVID. Dank u wel. Tot zover hoofdinspecteur Humphrey Naarden gisteren op de persconferentie van het COVID-management team.